Hallo Zerprentjes, ik ben Rick van Zerprent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Poet Poet Reis door de Tijd. Vorige aflevering waren wij in de toekomst, waar ze onze broodtrommel gegijzeld houden in een cool museum. Deze aflevering gaan we sowieso naar de prehistorie om een broodtrommeltje te halen. Nou ja, een broodtrommel, een stenen kom, what the fuck is het verschil, man? Dit moet de tijdperk van de dinosaurussen zijn. Denk het niet. Denk dat het gewoon een hele grote, lelijke, dikke, vette slang is. Maar dat is gewoon mijn mening. We moeten even met deze persoon praten, want ja, je staart ligt nogal in de weg. En gelukkig spreken ze in de prehistorie Nederlands. Woehoe! We lopen nog aan toe. Een echte, levende Brachiosaurus. Mevrouw, oh my god. Brachiosaurus. Mevrouw Brachiosaurus. Of wat? In naam van alle voortijdige fossielen. Ben jij? Ik ben Poetpoet en ik kom uit de toekomst, mevrouw Brachiosaurus. Tuurlijk, lieverd. Ik hoop maar dat je je amuseert hier in de prehistorie. Dank je. Zou je die kutstaart aan de kant willen halen? Dat is gewoon een vraag. Moet ik eerst een plikker of zo? Vraag me af hoe ik dat grote ding kan verplaatsen, zodat ik erdoor kan. Ja, lief vragen. Lief zijn. Kan die kut staat alsjeblieft even aan de kant, mevrouw? Hallo, Poetpoet, wat kan ik voor je doen? Ik probeer Hitler over de weg te halen. Fucking maar een of andere vreemde ding blokkeert de doorgang. Dat een of andere vreemde ding is toevallig mijn dikke vette staart! Oh, mevrouw Brachiosaurus, als het niet te veel gevraagd is, zou u dan uw staart een beetje willen verleggen, zodat ik erdoor kan? Geen probleem, lieverd. Geen probleem. Je kan heel veel dingen zeggen over Poetpoet, maar hij is wel beleefd. Voor de mensen die het opvalt, vorige aflevering hadden we namelijk met z'n allen geel gemaakt. Ik ben deze aflevering gegaan voor een mooi bloedrood. Dus we kunnen hier van verder. Ja, hoe vaak ga ik nog zeggen, man? Hier is het hele schattige rollertje. Ik ben Poetpoet, kan ik helpen? Ja, maar eerst moet je me eens iets uitleggen. Wat is eigenlijk een Poetpoet? Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets als jou gezien. Ik ben een auto en ik kom uit de toekomst. Ziek! Nou, kijk eens aan, ik ben Wiel, aangenaam. Zeg eens Poetpoet, wat zou jij ervan vinden om me te helpen om die stenen rommel te versjouwen en liever niet. Te bouwen? Liever niet. Eindelijk naar huis. Ja, helpen nog Wiel. Je moet alleen even denken hoe. Je moet gewoon letterlijk gewoon keihard 100 km per uur op deze stenen inrijden. Zo moeilijk is het niet, Poetpoet. Waarom helpt Wiel nog? Ik ben een fucking auto. Formidabel, eigenlijk ongelooflijk keischitterend. Poetpoet, ik heb de indruk dat jullie auto's uit de toekomst eigenlijk keigoed weten hoe je een brug moet herstellen. Dankjewel. Oh, keigroot alarm. Alarm fase 1 eigenlijk. Ik vrees dat we eigenlijk nog één rots nodig hebben om de... Ik vrees het ook. Het is wel grappig. Hij zegt kei groot alarm en dit zijn keien en hij is een soort steenachtig ding. Doei, Wiel. Doei. Gelukkig ligt de steen meteen hier. Soms liggen ze in andere tijdperken. Moet je helemaal zoeken en zo. Nou joh, ga meteen de steen. Ga lekker die kant op en dan... Wow, dit past waarschijnlijk. Weet je het al? Ik heb een rots gevonden en ik denk dat die precies in dat gat in de brug past. Wauw, kei goed van je. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat het er precies past? Kei goed. Kei fantastisch. Kei dankjewel. Poetpoet. Wel, ik ga naar huis toe. Kom gerust eens op bezoek. Later, bitch. Oké, dan. Waar gaan we heen? Links of... rechts. Dat zijn richtingen, kijker, voor als je het nog niet wist. Dat wist je waarschijnlijk wel, mag ik hopen. Oké, hier is de man. Ik kan er niet. Ik kan er niet bij. Ik heb het jullie al verteld. Dit is... Au, je mond! Dit is de orgasme dinosaurus. Je moet ze hem over zijn rug rijden en hem helpen met krabben. En hij kreunt de hele tijd. Het is best ongemakkelijk. Moet je... een apatosaurus. En op dit moment een verschrikkelijk ongelukkige apatosaurus. Nou, dat is je niet gegund. Ik ben Poetpoet. En misschien kan ik u helpen. Wat een schitterend idee.
staartje. Misschien kun je even over mijn rug rijden om me te krabben. Maar dat doe ik ook altijd. Geen probleem, Potpot. Ik heb nogal een harde kop. Ik ga zeg maar altijd gewoon het dichtstbijzijnde snelweg. Ga ik op de grond liggen, zeg ik rij maar over me heen en ik heb jeuk op mijn rug. Top idee. Goed voorbeeld voor de jeugd. Gewoon kleine autootjes over je heen laten rijden. We hebben toch allemaal een dikke huid. Waarom niet, joh? Een beetje naar beneden. Oké. Zo, een beetje naar beneden. Ja. Een beetje naar rechts. Ik denk niet echt dat ik je commentaar bij hoef te geven, toch? Je snapt dat het fucking goor is. Een beetje naar beneden. Oké. Als dat je ding is, weet je. Oh ja. En nu een beetje naar rechts. Ja. Hè, ik hoop, ik krijg hier goed voor betaald. Ik ben hier voor niets een rood autootje. Ik ben een soort... auto. Hoer. Denk ik. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, hè. Ja. We hebben het, hoor. Bedankt. Graag gedaan. Dat is dan 50 euro. Zo, fixed it. Oh ja. En omdat je me nu geholpen hebt met... ja, allemaal gore dingen die je eigenlijk niet mag zeggen op YouTube. Omdat je ook jonge kijkers hebt, mag je als goed over zijn staart heen. Ja, ja. Wat mij betreft, Poetpoet... mag jij gewoonweg altijd over mij heen rijden. Ga je gang. Dankjewel. Dat zeg ik ook altijd als ik op de snelweg lig. Je mag altijd over mij heen rijden, joh. Niet eens alleen vandaag. Morgen gewoon weer. Als de ambulances me niet hebben weggehaald. Nou, hier is dus geen flikker te doen. Ik haal mijn leven. Doei. Oké, ga even de andere kant op. Hier moet je als goed is... Hoi, Wiel. Als goed is kun je nu aan Wiel een kommetje vragen. Dat mijn manieren gefossiliseerd zijn, sorry. Zin in een kei, heerlijk, smakend, oerdegelijk, prehistorisch soepje. Nee. Afgemaakt. Nee hoor. Heerlijk. Ze ruikt zo lekker. Op kosten van het huis. Ik wil gewoon het kommetje houden, alsjeblieft. Mag ik het kommetje houden? Prehistorisch soep is heerlijk. Mag ik het kommetje houden? Dat lijkt me een interessante kom. Op kosten van het huis eigenlijk ook zelf gemaakt. Wil je hem houden? Oh, ja! Toch nog één. Gosh, bedankt weer. Ik ben zo blij. Kei graag gedaan, hoor. Kei graag gedaan. Nou, dan moet je stoppen met die stomme kei grapjes. Hier is in sommige versies van de game je huiswerk. Dan staat deze fucking bitch erop en dan kun je hem wegjagen. Maar voor mij ligt het er nu niet, want ik zie het niet onder zijn voetjes staan. Dan is de vraag, waar is mijn huiswerk wel? Hier kun je van mij een of andere minigame spelen waar je moet tellen ofzo. I don't know, fuck if. Hallo meneer Bogen. Klaar voor een spelletje Volg de Vulkaan? Misschien? Ja. Speel dit maar eens na. Oh ja, dit. Die ben ik zo kut in. Oké. Dan moet je dus dit de hele tijd doen. Met het blauw, groen, blauw, groen. Blauw, groen, geel. Blauw, groen, groen. Nee, dit is echt kut. Je moet maar niet denken dat dit makkelijk is, hoor. Schiet op! Als je geen zin meer hebt om te spelen, klik dan op de knop. Ik heb sowieso geen zin meer. Straks wordt het te moeilijk en dan sta ik weer verschut op YouTube. Geen zin in. Oh nee, we hebben een depressieve dino. En een rekenmachino. Wauw, Rick, dat is de flauwste opmerking van de hele video. Is er iets, meneer? Hij is zo schattig. Ik word bedreigd door zo'n vreemd ding op vierwielen. Ik voel het gewoon. Maar nee, ik val je niet aan. Ik ben Poetpoet. Ik zou nooit iemand pennen. Goed punt. Beloofd? Tuurlijk, beloofd. Oh, schoon, wat een oplucht. Oké, we moeten even proberen deze puzzel te fixen. Ik vraag me af hoe die rotte blokken hier komen. Er hoort een manier te zijn waardoor je dit kan fixen. Oh, moet ik eens op mijn rekenmachine klikken dan? Zeg eens, T-Rex. Wil jij me helpen om mijn rekenmachientje te pakken? Het ligt daarboven, op die richel. Ik wil het wel eens proberen. Hij van die kleine armpjes, dat kan natuurlijk niet. Oh, wat schattig. Oh, ik kijk ook heel verdrietig. Ik vind het altijd schattigste T-Rex ooit. Mijn armen zijn gewoon te kort.
Ja, oh. Maar je kunt me heus wel helpen. Ik moet gewoon even nadenken hoe. Het komt wel goed, schatje. Het is niet erg dat je kleine armpjes hebt. Ik hou van je. Ja, maar. Til die blokken. Met die stenen hier kunnen we misschien wel een oprit maken tot de regel. Echt wel. Dan kan ik mijn rekenmachientje pakken. Ik denk dat ik je daarbij wel kan helpen. Yay! Ik ben nogal een sterke, moet je weten. Misschien moeten we ze van groot naar klein ordenen. Wat een schitterend idee. Wat een goed idee. Welke kant dan eerst? Laten we die verplaatsen. Hij is zo blij! Oké. Dan deze verplaatsen. Het is een schuifpuzzeltje, snap je? Zo, verplaatsen die en dan verplaats je die. En dan moet alles nog eentje naar voren. Zo. En dan is het helemaal een mooie ramp, hoor. Die verplaatsen. Als het goed is kun je dan best wel naar boven rijden en je kutrekenmachine pakken. Tiller, T-Rex, tillen! Wat ik wou zeggen, waar de fuck leg je dat ding neer? Dat denk je wel niet. Dankjewel. Okay, hier met die rekenmachine. De oprit is klaar. Nu kan ik mijn rekenmachientje pakken. Yeah, rekenmachine! Casio T84! Ik haal nu trouwens twee rekenmachines door elkaar. Ik heb namelijk een Texas T84. En een Casio 484 of zo. Mijn broodrommel en mijn geschiedenistoets. Kijk, zeg maar, kijkers willen veel weten van YouTubers, maar boeit ze niet echt wat voor rekenmachine ik heb, zeg maar. Dat kan ik begrijpen. Ik kan begrijpen dat je wil weten hoe mijn hond heet, wat mijn lievelingskleur is, maar wat voor rekenmachine ik heb. Als dat je geen neuk boeit, dat neem ik je niet kwalijk. We gaan nu naar het kutmuseum toe. Ik heb deze rekenmachine, of dit kommetje omruilen voor dat broodtrommeltje. Hier heb je een oude voedselrecipient artefact. Het is een heel erg oude stenen kom. Heb ik gekregen van een wiel uit de tijd van de dinosaurussen? Logisch. De tijd van de dinosaurussen, zeg je? Opmerkelijk. Dan is dit nu het oudste voorwerp uit onze collectie. Alsjeblieft. Cool. Daar hangt ook echt duidelijk een dinosaurus-skelet boven. Oudste voorwerp. Ja, ze hebben zo. Schitterend. Ik heb eindelijk mijn broodtrommel terug. Goeie ouwe Rally de Eetmobiel. Nu moet ik alleen nog Pep zien te vinden. En mijn geschiedenistoets. Dan kan de professor de tijdpoort afsluiten. Een nou. Oude toastmachine. En sommige streken ook. Oké, we hebben in ieder geval twee van de vier voorwerpen nu. Dat is fijn. We moeten nog naar de middeleeuwen en naar het Wilde Westen. Waar wil je eerst niet heen kijken? Precies, we gaan naar het Wilde Westen. Alle wielen lopen nog aan toe. Dit we is gaan het naar... Wilde Westen. We gaan naar Los Lekke Bandos. Wat wel een hele grappige naam is. Oké. Hier links is een paard. Hoe gaat het ermee, buddy? Ben je hier nieuw in stad? Ik ben Piepoet. En ik kom uit Autostad. Ergens ver weg in de toekomst. Nou, hobbel die hoop paardje. Dat is nogal eens iets, hè? Ik ben Blaz. Blaz van de Music Class. Wat? Blaz van de Music Class? Wat een kutnaam, Blaz. Kan ik misschien later nog een... Ik steel je touw. Yeah. Dan gaan we naar de kruidenier. Daar koop ik een nieuwe nier. Die kun je helemaal niks doen. Dit slaat gewoon alles. Nee hoor. Oké, dan gaan we hierheen. Los Lekke Bandos Centraal. Het lijkt heel erg op Amsterdam Centraal. Maar dan mooier. Dat is een busje sneeuwolie. Maar ze zoeken wel een tweede machinist. Dat wil ik wel zijn. Gezocht. Tweede machinist. 5 eurocent. Vijf eurocent, wat een kutbaan. Ik ben geen minuut te vroeg gekomen. Ik ben namelijk op zoek naar een nieuwe tweede machinist. Geen interesse, joh. Je verdient er 5 eurocent mee. 5 eurocent? Zeg maar wat ik moet doen. Ik doe alles voor 5 eurocent. Olie om me te smeren. Want ik sta zo droog als een uit... Ik sta ook al een tijdje droog. Maar dat is een ander verhaal. En dat kan ik ook niet oplossen met 5 cent. Wauw. Ik denk dat het wel de beste seksgrappen is die ik in tijd heb gehad. Ik heb ook alleen maar seksgrappen en geen seks. Dat is een verschil. Oké. Mijn wielen. Dat zou prima zijn. Oh ja, ik ben Tobias. Trein. Oh. Toby. Oh, dat is al veel beter. Graag gedaan, man. Bedankt, amigo. Amigo. Zeg eens. Hoe heet jij ook alweer? Ik ben Poetpoet. Frank. Wel, Poetpoet. Collega,
Tot nu toe ben jij een uitstekende tweede machinist. Dank je. Hier heb je je loon. Een mooi, gaaf, rond muntstuk van 5 eurocent. Woehoe! Mijn leven is compleet. Dank, Toby. En houd dat busje olie maar goed bij, want jij bent per slot van rekening mijn gloednieuwe officiële tweede machinist. Zo, hé. Nou, ik heb nog nooit zo makkelijk 5 cent verdiend. Ik ben helemaal gelukkig. Ik zag vandaag wel in de supermarkt nog 5 cent op de grond liggen en ik heb hem niet opgepakt. Zo rijk ben ik nou eenmaal. Oké, volgens mij wil je eerst water voordat je weg kan met Toby. Kan ik je nog ergens mee helpen, Toby? Wel, nu je het zegt. Ja, ik zit zonder water en met de beste wil van de wereld. Ik kan niet bij de kraan van die watertoren daar. Oh, arme Toby. Wat zou je ervan denken om dat ding aan de praat te krijgen en iets te zoeken waarmee je die hendel naar beneden kunt halen, zodat okay. je me kunt bijvullen? Ik zou je graag vol bijvullen. Ik heb een touw gevonden en ik denk dat ik daarmee de klus wel zal kunnen klaren. Ik dacht wel dat jij het soort cowboy was dat goed met touw en lasso overweg kon. Ik ben zeker het soort cowboy dat goed met touw en lasso om kan gaan. Woehoe, lasso tijd! Stop maar in je mond, zuigenkreng! Ah, die is blij. Dankzij jou, mijn beste tweede machinist, ben ik weer helemaal paraat. Als je een ritje wil maken per spoor, dan stap je maar in wanneer je maar wilt. Dan trakteert Toby je op een reisje dat je niet gauw zult vergeten. Bedankt, klinkt Toby. Goed, Toby! Ik geloof je op je woord, want dat klinkt leuk. Ja, ik ga altijd nooit op een vreemde trein stappen, kijkers. Dat is de tip voor vandaag. Ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering, meer poet de reis door de tijd. Poet de reis door de tijd. Waarin we de laatste dingetjes gaan doen. Als het goed is, zit Pep ergens in de woestijn. Of mijn huiswerkers ergens in de woestijn. En die andere bitch die zit ergens in de toekomst. Komt helemaal goed. Dan gaan we terug naar de normale tijd. En dan sluiten we de coole tijdreismachine voor altijd. Ondanks dat het vet zonde is. Dus ja, dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Doe even een duimpje omhoog. Als je hem leuk vond, dan weet ik dat je me leuk vindt. Krijg ik meer zelfvertrouwen. Kan ik nog arroganter zijn. Hoef ik nog minder vaak 5 cent op te pakken in de supermarkt. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Poepoe de Reis door de Tijd. Waarschijnlijk de finale. Dankjewel voor het kijken. Doei!